Ja, je ziet van de eerste dag dat hij hier binnenkomt dat hij wel een visie heeft, dat hij weet hoe dat hij ons wil laten spelen, wat hij verwacht. En dat is positief voor ons. We weten perfect wat we zondag moeten doen. Elke speler die gaat spelen op elke positie dat hij ook speelt, gaat perfect weten welke taak dat hij moet invoeren en wat de coach verlangt van die speler op die positie. Dus ik denk dat dat positief is. Ik denk dat elke speler wel beseft of dat hij al dan niet alles eraan gedaan heeft. Daar twijfel ik niet aan. Maar sommige jongens hebben misschien ook een niveau niet meer gehaald. Want het vertrouwen was wel weg. Maar de nieuwe coach die gaat niet praten over het verleden. Hij is hier toegekomen. Ik denk dat hij heeft al onze matchen gezien. Dus ik denk dat hij ook weet wat er moest veranderen en wat erop getraind is, heb ik. Nee, dat niet, maar gevoeld. Nou, natuurlijk, het is niet ergens ook logisch dat vertrouwen niet of wat minder is. Dat hij toch twee keer rammel krijgt thuis. Dus ik denk dat hij dat wel gewoon slim aanpakt. Niet per se om te zeggen van zijn wereldvoetbal, maar positieve coaching op het veld en bepaalde spelers een keer apart pakken of collectief in een groep en echt bewust zijn wat hij verwacht van die spelers. En dat vind ik positief.